Goedemorgen guys, vandaag is het woensdag 16 mei. Ik vlieg vandaag terug naar Nederland. Maar eerst moet ik naar Brooklyn gaan om wat dingen op te halen. En als ik tijd heb, dan ga ik nog even naar de Brooklyn Bridge. Het is nu al 10:50, 11 moest ik al uitchecken, dus ik ben al een beetje laat. Al mijn koffers zijn ingepakt en ready to go. Als ik terug ben, gaan we naar de airport. Oké, ik zit in de taxi naar Williamsburg. Ik kon ook met het openbaar vervoer gaan, maar ja, dat zal best wel lang duren. Ik denk dat ik wel met openbaar vervoer terugkom hierheen. Dus ik kan ook meteen eten kopen en zo. Dus dat is wel gewoon met het openbaar vervoer. Weer terug bij de International Student Hotel. En het is right hier. Ik ga even mijn pakketje ophalen en dan gaan we weer door. We zijn bij het metrostation en ik moet, ik hoop dat jullie kunnen zien, metro M nemen. En dan ga ik meteen terug naar het hotel. En ik ga ook even vragen of ik eerder kan inchecken dan mijn inchecktijd. Maar ik denk het haast niet, want dan is, kan je koffers nog niet naar achteren geven. Want als dat het geval is, heb ik het wel echt een aantal uur voordat ik bij de airport moet zijn. Maar goed, ik ben liever te vroeg dan te laat. Dus ik ga nu terug. Het ziet er heel wit uit. Maar goed, ik ga nu terug met de metro. En dan ga ik wat eten. En dus zo blijf ik daar in de omgeving even rondhangen. Voordat ik echt terug ga naar het hotel. Deze metro hebben we ook echt vaak genomen. Vorige week de J-train. Maar ik heb nu de M2 nodig en die komt over een paar minuten. Even kijken, wacht. Dus die straks springt op 2. There you go. In 5 minuten is hij er. Dus daar wacht ik nu even op. Oké, ik ben nu bij Lexington Avenue, de stop waar ik uit moet. En hier is een meneer prachtig piano aan het spelen. Love it. En ik ga nu naar boven en naar buiten. Ja. Oké, ik ben weer bij Panda Express. En ik heb vandaag een bord met rijst, noedels en kip gehaald. En het is ook weer wat groter, dus ik kan het later opeten als ik nog honger heb. Maar goed, ik heb hier echt super veel trek in, want ik heb vandaag nog niks gegeten. En het is, hoe zit dat verder? Het is inmiddels al, even kijken, 2:30. Dus ik moet zo wel echt gaan vertrekken. Ik geef me dan een half uurtje. En dan moet ik weg. Want volgens mij, het is ongeveer een uurtje naar de airport, maar ik heb het uur erbij gerekend. Voor file en zo, maar goed. Dan had ik nu moeten vertrekken en dat wordt het niet. Dus ik ga over een half uurtje weg. Dan heb ik 1.5 uur om bij de airport te komen. Want ik wou het graag proeven, dus ik vroeg of het een klein beetje erbij kon doen. Dan weer de shrimp, garnalen die ik vorige keer ook had genomen. Kip. Teriyaki kip. En weer de kip van vorige keer, omdat ik die echt lekker vond. Dan ga ik lekker eten. Stokjes. Ik heb ook een volk genomen. En het is heel schattig, je krijgt hier ook een fortune cookie. Standaard, vorige keer heb ik het ook gehad. Dit is mijn drinken. Het is echt heel lekker. Ik ben heel benieuwd naar deze teriyaki kip. Ik denk zelf dat de noedelsap iets lekkerder vind dan de lassi. Echt een aanrader. Oké, ik heb gegeten. De rest heb ik ingepakt voor later. Maar ik wil het kip openmaken. A long time acquaintance thinks highly of you. Long time acquaintance thinks highly of you. If you think where am I? Ik ben heel benieuwd. Nou, ik ga naar het hotel en een Uber bestellen. En een Uber bestellen. Ik kom ook op het bewegen in het hotel omdat ze gewoon geen idee zal hadden. Dus ik hoop echt dat het net zo. Ik heb echt veel spullen gekocht. Daarvan heb ik nu op dit moment niks aan te doen. Dus de airport ga ik wel nog op het wegen om te kijken hoeveel het nou precies is. Maar goed, dat dus. Lekker. Oké, guys, ik ben weer terug bij het hotel. Ik heb mijn Uber al geboekt.
Die is er in een paar minuten, dus ik ga mijn koffers ophalen en dan snel die pakken. Op de airport. Oké, ik ben op de airport. Ik vlieg met Delta, maar ik heb geboekt via KLM. En ik sta nu in de rij om in te checken, want mijn koffers die moeten dus naar achter. Maar ik heb net mijn koffer laten wegen en ik zeg jullie eerlijk, in het hotel hadden we geen weegschaal. En mijn koffer is precies 23 kilo. Dus dat is echt gewoon perfect. Ik weet niet hoe ik het heb gedaan, maar 23. En mijn trolley is 8, terwijl ik daar 12 in moet. Dus dat is echt super goed. En ja, hopelijk gaat het check-in ook gewoon heel makkelijk. Het geheugen van mijn camera is weer op. Ik moet straks alles legen op mijn laptop. Maar goed, ik ben het lopen naar de gate. Zoals je kan zien. En ik heb iets gekocht. Ik ga jullie, de kwaliteit van mijn telefoon is best slecht, maar goed. Ik ga jullie straks wel wijzen wat ik precies heb gekocht bij Duty Free. Even snel een lekkere juice halen voordat ik daar ga worden. En daar is de gate. Ik ben al volgens mij net een beetje met worden. Dus ik kan wel even zo'n juice pakken. Ik heb een mango on the go genomen. En het is echt heel lekker. Ik proef gewoon als een mango smoothie. En wij gaan weer door terug naar Nederland na 10 dagen.